Het constitutioneel hof heeft vandaag de Surinaamse kiesregeling niet bindend verklaard tijdens een openbare zitting. Hofpresident Gloria Sterling stelt dat de kiesregeling in strijd is met bepalingen van de Surinaamse moederwet. Verder is de regeling in strijd met bepalingen in het verdrag van de burger en politieke rechten, het VN-verdrag inzake de rechten van de mens en het Amerikaans verdrag inzake de rechten van de mens. Verwijzend naar het bovenstaande kan worden gesteld dat de kiesregeling wel strijdig is met artikel 25 sub b van dit verdrag, IVBPR. Artikel 26 IVBPR luidt: allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook en garandeert een ieder gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. De uitspraak van het constitutioneel hof komt op verzoek van de jurist Serena Munselag-Esset, die het college had gevraagd de kiesregeling te toetsen aan de nationale en internationale wetten en verdragen. Verzoekster is op de dag van indiening van het verzoek advocaat bij het Hof van Justitie en behoort daardoor in gevolge artikel 12 lid 4 sub d wet constitutioneel hof tot de daarin genoemde verzoekgerechtigden. Daar in het verzoekschrift eveneens de bepalingen van de grondwet en volkenrechtelijke overeenkomst zijn vermeld, waaraan vernoemde kiesregeling onder meer getoetst dient te worden, en aan de overige in gevolge artikel 15 wet constitutioneel hof gestelde vereisten is voldaan, kan het verzoek derhalve worden ontvangen. Dat is het formeel gedeelte van het besluit. Sterling gaf aan dat het besluit van het college onmiddellijk na de uitspraak van kracht is. Er is geen andere rechtshandeling vereist om het besluit in werking te stellen. Om tot de beslissing te komen zijn een aantal gesprekken gevoerd met rechtsgeleerden, bestuurskundigen, verkiezingsdeskundigen en politieke organisaties. Ook de mening van het staatshoofd en de voorzitter van de volksvertegenwoordiging zijn meegenomen.